Minister Gopal ontvangt Zuid-Amerikaans indoorkampioen Fanan. De minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal, heeft de topatleet Jeffrey Fanan ontvangen. Fanan is op zaterdag 1 februari Zuid-Amerikaans indoorkampioen geworden op de 60 meter sprint in Cochabamba, Bolivia. Naar aanleiding van zijn topprestatie heeft hij de sportminister bezocht op vrijdag 7 februari. Suriname heeft voor het eerst het Zuid-Amerikaans indoorkampioenschap binnen kunnen halen. Fanan, die aanwezig was met de voorzitter van de Surinaamse Atletiekbond, Dennis McDonald, en zijn clubcoach Raymond Gilson, heeft zijn ervaring gedeeld en heeft aangegeven te blijven trainen voor vooral de Olympische Spelen dit jaar in Tokio. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.